Oh! Dit is Bewust Bestuurd, een serie waarin ik onderzoek hoe jij en ik vanuit ons brein keuzes maken in het verkeer. Deze eerste aflevering gaat over kijkgedrag en anticiperen. Ik ben gefascineerd door autocoureurs. Zij zijn getraind om gevaar waar te nemen en in een split second te reageren. Daarom ben ik benieuwd wat ik van hen kan leren. Op wat voor manieren kijkt een professional en waarom is kijkgedrag belangrijk? Om dit te testen heb ik voormalig Formule 1 coureur Robert Doornbos uitgenodigd. Via de CarKit communiceren Robert en ik met elkaar. Kijkgedrag is cruciaal om veilig door het verkeer te bewegen. Je kunt alleen reageren op wat je ziet en hoe eerder je mogelijk gevaar signaleert, hoe sneller je kunt handelen om een ongeval te voorkomen. Dat lijkt logisch toch? Maar het blijkt dat je nog aardig wat kunt leren van kijkgedrag van coureurs. En dan vooral als het gaat om anticiperen. Hey Robert, jij en ik gaan vandaag via eye-tracking technologie kijken hoe ik als gemiddelde bestuurder anders kijk ten opzichte van jou als professioneel autocoureur. Nou Victor, als autocoureur anticipeer je überhaupt de situatie voordat je vertrekt. Dus je stapt in, zitpositie, spiegeltjes staan ze goed, maar vooral wat doet het weer? Nou ja, ik had er nog niet over nagedacht. Het wordt glad, kan ik je vertellen. Tijdens het experiment rijden Robert en ik dezelfde route. Ons kijkgedrag wordt gemeten met eye-tracking technologie. Dit registreert razendsnel onze oogbewegingen. Het experiment begint bij dit startlicht. Vervolgens worden we uitgedaagd in scherpe bochten en sluiten we af met een onderdeel dat anticiperen flink op de proef stelt. Het is eigenlijk al bijzonder dat het ons brein lukt om al deze informatie te verwerken. Helemaal als je met tientallen of zelfs honderden kilometers per uur vooruit schiet. Gelukkig heeft je brein hier een truc voor bedacht. Je hoeft niet overal de ogen op te richten om dingen te kunnen zien. Je hersenen gebruiken ervaringen uit het verleden om te voorspellen hoe de wereld voor je er waarschijnlijk uitziet. Daarbij gebruik je oogbewegingen om te controleren of die voorspelling nog wel klopt met de werkelijkheid. Coureurs worden hierop getraind zodat ze precies weten waar ze naar moeten kijken. Let's go! Maar hoe goed is jouw reactiesnelheid eigenlijk? Zometeen zie je dit stoplicht op groen springen. Maak een screenshot van je scherm zodra dit gebeurt. Klaar voor? Hele goede start, zeg. Oh. Veel te traag van start. En dan focus ik op de binnenkant van die bocht, eigenlijk het diepste punt van de bocht. In de Formule 1 noemen we dat ook wel eens de apex. Meteen toeteren. Ja, daar gaat hij hoor. Een autocoureur richt zijn blik bij het nemen van een bocht al sneller op de volgende bocht. Dat is vooral te danken aan het perifere blikveld. Dat is alles wat buiten het centrale blikveld valt, waarmee je scherp kan zien. Het perifere blikveld is vooral in het verkeer heel belangrijk omdat het een heel groot blikveld is. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een auto waarnemen die plotseling rechts van je opduikt. Omdat coureurs meer ervaring hebben met kijken onder extreme omstandigheden, herkennen zij met hun perifere blikveld dingen waar jij misschien wel het centrale blikveld voor nodig hebt. Zoals een overstekende voetganger of de volgende bocht. Belangrijk is dat je altijd focust op het diepste punt van de bocht. Dus ik kijk ook nooit vooruit, ik kijk waar ik naartoe wil, ik kijk waar ik de auto wil plaatsen. Je ziet ook dat zijn rijgedrag heel anders is, hè? Oeps. Als je instuurt in een iets snellere bocht, en dan voel ik wat de auto doet, raak bijna de wand aan de binnenkant. Maar mijn lichaam zegt dat ik op het gas kan en dus de controle weer behoud. Een paar seconden verschil. Dat was iets te enthousiast voor mij, maar back on track. Tijd voor het laatste onderdeel van het experiment. Kijk, wanneer er gevaar op je afkomt, let je altijd op de situatie. Je kijkt naar de leegte en daar stuur je naartoe. En dan breng je de auto tot stilstand. Dus je raakt niet in paniek. Coureurs hebben dus een variabele kijkgedrag. Tijdens bochten draaien coureurs hun hoofd veel meer dan niet-coureurs. En richten zij hun blik actief op relevante informatie in de omgeving. Terwijl niet-coureurs vaker naar hetzelfde punt blijven kijken. Dat zie je ook in situaties waarbij je van de weg dreigt te raken. Daarbij zijn niet-coureurs vaak geneigd om naar het gevaar te kijken. Terwijl coureurs juist kijken naar de plek waar ze wel naartoe moeten. Nou, dat ging maar net goed. Nou, daar is hij hoor. Hey, goed gedaan man. Ja, dank je. Nee, ging wel aardig.
klasse. Ja, je hebt het zelf ook niet slecht gedaan. Nee, ik mag ook niet klagen. Nee, maar ik ben wel benieuwd wat we nou beide, waarin we nou verschillen. Nou, laten we inderdaad even naar de data kijken. Kijk, het is sowieso wel grappig. Je ziet eigenlijk qua reactiesnelheid dat jij binnen 200 milliseconden weg bent. Ja. En ik? Een seconde. Een seconde. Ja, maar ik denk focus. Je was dan naar mij aan het kijken en dan naar de lampen. Ik denk dat je toch echt alleen naar die lamp moet kijken. Dat ben je natuurlijk gewend, jarenlang gedaan. Ja, nee, maar dat is het. Nee, maar dat zie je ook echt. Hè? Dus jouw fixatie is op één ding. Ja. En mijn blikrichting schiet alle kanten alle op. Alle kanten op. En tot slot zie je de bochten. Als we door de bocht gaan, dat jij eigenlijk ver voor de bocht uitkijkt. Ja? Ja, en ik zit gewoon in het moment zelf, ik ben gewoon de bocht aan het volgen. Ja, dat is dus eigenlijk ook veel gevaarlijker dan wat jij doet. Ja. Ander ding, is jou opgevallen dat ik getuiterd heb onderweg terwijl we aan het racen waren? Ik hoorde jou namelijk niet tuiteren. Nee, maar ik dacht dat je naar mij zat te etteren. Kijk eens, wat hangt daar? Nee. Wit spanbord, toeter als je deze ziet. Ik dacht dat je dat gewoon deed van Bartje, maak eens even wat vaart. Dus je had ook nog eens tijd om daarop te letten. Ja. Ja, nou goed. Ja. Nee, heb ik gemist. We kunnen een hoop van jou opsteken. Dus al met al is het een succesvolle test geweest. Hé, hey, tof. Nu weet je dus dat je als bewuste bestuurder niet alleen zo ver mogelijk, maar ook zo breed mogelijk moet kijken. Afhankelijk van je snelheid is het aan te raden om minstens 200 meter ver te kijken. Ook moet je altijd niet in de bocht, maar juist door de bocht heen kijken en in een gevaarlijke of noodsituatie de leegte insturen. Neem deze tips mee de volgende keer als je in de auto stapt. Het helpt je om bewustere keuzes te maken en veiliger te rijden. De volgende keer in Bewust Bestuurd. Welkom. Oh. Thank you.